En tot zover het nieuws. Is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De bijdrage van vandaag gaat over misbruik van levensverzekeringen in het verleden in de VS. In de VS kon je tot eind jaren 60, begin jaren 70 overal zeer eenvoudig een levensverzekering afsluiten. Dat was heel populair, zodat mensen de achterblijvers niet met de rekening van een uitvaart bijvoorbeeld zouden opschepen bij overlijden. Op onlogische plekken, als bijvoorbeeld in apotheken en soms op de gekste plekken, kon je simpelweg bij een balie een briefje invullen dat je vervolgens in een soort bus met een gleuf deed. En er waren ook automaten. Je hoefde maar een beperkt aantal dingen in te vullen. En je hoefde daarnaast vanwege de grote concurrentie op deze markt meestal pas na afloop van het eerste jaar dat de verzekering liep de premie betalen. Een drogist of een apotheker is misschien nog wel een logische plek voor zoiets, een enigszins logische plek. Maar dit soort balies vond je ook op veel stations en op vliegvelden. De vliegmaatschappijen waren er overigens niet blij mee. Die hielden liever het imago op dat vliegen juist heel erg veilig is. Veel mensen waren echt bang om te vliegen en voor een vlucht besloten ze zo voor een paar kwartjes per jaar een levensverzekering af te sluiten, zodat bij een ongeval hun achterblijvers niet berooid zouden zijn. Het was dus niet alleen heel eenvoudig, maar ook niet duur om zo'n verzekering af te sluiten. Je kon ook heel eenvoudig zo'n verzekering op naam van iemand anders afsluiten, zonder dat die persoon dat wist. Tja, de concurrentie was groot. De grote eenvoud en de weinige controles leidden vervolgens tot misbruik van deze verzekeringen, waarna vanaf 1970 een aantal maatregelen door de overheid zijn genomen om dat misbruik in te perken. Het gebeurde op een gegeven moment best vaak dat er opzettelijk ongelukken plaatsvonden en ook zelfmoorden nadat iemand net voor zo'n zelfmoord nog meerdere nieuwe verzekeringen had afgesloten. Wat zoals gezegd heel makkelijk ging omdat de toegang tot de verzekeringen laagdrempelig was en omdat de premie over het eerste jaar niet direct betaald hoefde te worden, maar pas na een jaar. Waarschijnlijk is een aantal van deze malen misbruik bovendien niet als zodanig onbekend. De meest schrijnende gevallen op dit gebied waren enkele vliegtuigen waarbij later bekend werd dat iemand het vliegtuig liet neerstorten en het dan vanwege zelfmoord of het doden van iemand anders voor lief nam dat ook alle andere passagiers daarbij omkwamen. Het meest schrijnende verhaal wat dit betreft was dat van de beruchte moordenaar, seriemoordenaar en predikant, de Reverend William Maxwell. Hij was actief in Alabama en zijn verhaal is een van de meest huiveringwekkende gevallen van verzekeringsfraude en moord in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Maxwell sloot zonder dat zij dit wisten geregeld levensverzekeringen af voor mensen die hij soms niet eens goed kende, om vervolgens als hij opnieuw in geldnood raakte iemand te laten omkomen. Hij koos daarvoor vaak degene voor wie spoedig de verzekeringspremie zou moeten worden betaald. Willie Maxwell was een predikant in Coosa County, Alabama, die bekend werd door een reeks verdachte sterfgevallen van familieleden en kennissen. Deze sterfgevallen brachten hem aanzienlijke verzekeringsuitkeringen op en hij werd er op een gegeven moment van verdacht betrokken te zijn bij meerdere moorden, gepleegd om deze uitkeringen voor levensverzekeringen te kunnen innen. Maxwell werd in elk geval verdacht van de moorden op minstens 5 mensen, waaronder zijn eerste vrouw, Mary Lou Maxwell, die in 1970 onder mysterieuze omstandigheden overleed. Na haar dood ontving Maxwell aanzienlijke levensverzekeringsbedragen. Zijn tweede vrouw, Dorcas Anderson, stierf op vergelijkbare wijze in 1972. Andere slachtoffers waren zijn broer, zijn neef en zijn stiefdochter. In elk geval was Maxwell de begunstigde van meerdere levensverzekeringspolissen. Maxwell sloot zoals gezegd talloze van deze verzekeringen af. Hij deed dat op naam van zijn familieleden, kennissen of mensen die zijn kerk bezochten, vaak zonder hun medeweten. Hij profiteerde van het makkelijk afsluiten van dergelijke verzekeringen. Wanneer hij financiële problemen had, werden deze mensen vaak op mysterieuze wijze gedood, meestal door verstikking of onder verdachte omstandigheden, waardoor hij de uitkeringen kon innen. Ondanks dat er dus verdenkingen waren, werd Maxwell nooit veroordeeld voor moord, grotendeels vanwege gebrek aan direct bewijs en vermoedelijk ook door intimidatie van getuigen. Hij werd wel aangeklaagd, maar telkens weer vrijgesproken of de zaken werden ingetrokken. Het verhaal van Willie Maxwell eindigde abrupt in 1977. Hij werd tijdens de begrafenis van zijn stiefdochter, een van zijn vermeende slachtoffers, doodgeschoten door Robert Burns, de oom van die stiefdochter. Die schietpartij vond plaats in het bijzijn van vele getuigen. Burns werd vervolgens aangeklaagd voor moord, maar uiteindelijk vrijgesproken door een jury die sympathie had voor zijn daad en geloofde dat hij daarmee de gerechtigheid had gediend. Ook wel bijzonder overigens. Het verhaal van Willie Maxwell schokte de gemeenschap en bracht direct of indirect een aantal veranderingen teweeg in de manier waarop levensverzekeringen vanaf dan werden afgesloten en gecontroleerd. De zaak onderstreepte de noodzaak van strengere regelgeving en toezicht in de verzekeringsbranche om dergelijke misstanden te voorkomen.
Het verhaal van Willie Maxwell werd ook gedocumenteerd door de beroemde schrijfster Harper Lee, die het geval gebruikte als inspiratie voor een boek waar ze aan werkte voordat ze overleed. Hoewel haar werk over Maxwell nooit voltooid werd, wekte het veel belangstelling en droeg het bij aan de blijvende fascinatie voor deze sinistere predikant. De schrijfster die in 2016 overleed, genoot ook in Nederland grote bekendheid met een andere roman uit 1960 over de rassensegregatie in het zuiden van de VS, genaamd To Kill a Mockingbird. Naar het Nederlands vertaald was dat Spaar de Spotvogel. Dit boek won in 1961 de Pulitzerprijs voor literatuur. Vertalingen verschenen in het Nederlands in 1961 en een nieuwe vertaling in 2010, de laatste met een voorwoord van de Vlaamse schrijfster Christine Hemmerrechts. Deze tekst kwam tot stand met behulp van kunstmatige intelligentie. Het grootste deel van de tekst is door mijzelf geschreven op basis van verschillende bronnen. Het deel over de Reverend Willie Maxwell was deels een eigen tekst op basis van een tekst door AI, ook aangevuld met materiaal uit andere bronnen. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte Nijveen op 918 kHz. Je kunt Daily Minutes PS mailen op het korte mailadres x@xdv.me. En natuurlijk ook op de Facebookpagina van Radio Theepot.